Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Met iets, even iets anders dan normaal. Je hebt ze me alles wat vaker zien doen, 2 of 3 keer. Onlangs ontving ik van Beerwolf, beerwolf.com, check ze out, een pakket met verschillende alcoholvrije bieren. Nou weet ik dat zowel Remy als Gerben die hebben hem ook ontvangen. Dus wij hebben gezegd, weet je wat, we doen allemaal een stuk of wat ervan. En zo komen ze allemaal een beetje aan bod zonder dat we nou allemaal 16... bieren moeten reviewen voor YouTube. Want het is natuurlijk best een clear, want als we dat allemaal gaan doen, dan zie jij als kijker heel lang alleen maar alcoholvrije bieren. Nou, niet dat daar wat mis mee is, maar de variatie is leuk. En zo kunnen we allemaal wat bieren reviewen en kunnen jullie ze allemaal over de kanalen verspreid een beetje zien. Wat we hier hebben is dus een... je hebt alcoholvrij en alcoholarm en dat werkt allemaal een beetje... Het bier is 0,4%, dus dat is zo goed als. En we hebben hier van Force Majeure, een traditioneel blond. Traditioneel blond bier, de specialité belge sans alcohol. Traditioneel blond, alcoholvrij Belgisch speciaal bier. Geïnspireerd door de beste Belgische blonde bieren, vol van smaak met een frisse balans tussen bitter en hoppig en slechts 0,4% alcohol. De ingrediënten zijn water, gerstemalt, hopgist, suikers. Gebrouwen in België. Ja, ik ben heel benieuwd. Als eerste Belgische brouwerij altijd alcoholvrij. Blijkbaar is dat dus een ding voor Force Majeure. Ik heb ze ergens her en der wel langs zien komen. En het is dus nu. Oh. Nou, zoals een echt Belgisch blond bier soms kan doen, wil die best schuimen. Ik vind het best wel gaaf, want het is nu januari en we hebben natuurlijk heel veel mensen die doen aan Dry January. Nou, Dry January, ik doe er zelf niet aan. Dry January, ik heb gewoon zoiets van. Matig gewoon altijd je alcohol gebruiken. Weet je, wees daar gewoon altijd voorzichtig en alert mee en dan komt het altijd wel goed. Kun je af en toe eens lekker raar doen. En af en toe kun je gewoon ook eens een keer zeggen, ik drink helemaal niks. En als je toch het smaakje van bier graag wilt hebben, dan zijn er gewoon tegenwoordig hele leuke alcoholvrije bieren. Of dit er één van is, dat gaan we nu merken. We gaan gewoon eens even kijken. Zoals je kunt zien, het ziet eruit als een blond bier. Hij is niet heel erg troebel. Beetje hashtag dirty glassware. Hij is semi... Ja, het is meer een chill haze. Het is niet... Kijk, je kan er gewoon doorheen kijken. Hij heeft dat half lichte troebelen van een blond bier. Maar het is niet zoals je bij heel veel blond bieren hebt. Als het laatste erin gaat, dat je niet nagisting. En gist heeft natuurlijk te maken met alcohol. Dus dat hier dan geen nagisting in zit. Ja, gist zijn meer... Je snapt wat ik bedoel. Er komt meer kijken bij alcohol dan alleen gist. Maar de suikers... Dat gist moet verwijderd worden vanwege... Waar het om neerkomt is, hij is dus wat minder troebel. Want je hebt die nagisting ook niet in dat flesje dat je vaak bij blond bier hebt. Nou, klaar. We gaan nu gewoon eens even kijken wat hij doet in de neus. Oké. Kijk, je hebt wel eens van die alcoholvrije bieren. Als je ze ruikt, dan heb je meteen zoiets van, dit is alcoholvrij. Dat heb ik hier niet. Dat hij iets anders ruikt dan een gemiddeld blond bier, dat wel. Maar wat ik in heel veel blondbieren vaak terugvind, is een licht zeepig karakter. En dat heeft te maken met het feit dat koriander soms een beetje zeepig kan overkomen. En niet zozeer zeep als in zeep, maar dat beetje citroengras korianderachtige. Met inderdaad toch wel wat lichte hoppige tonen. En niet dat wat sommige van die alcoholvrije bieren hebben, is dat... Granen in water, geweld en dat vieze overdreven zoetige. Nee, dat heeft hij hier absoluut niet. En er blijft nog steeds een beetje een leuk schuimkraagje staan trouwens. Dus dat valt me ook niks tegen. Ik heb soms ook wel eens van die alcoholvrije bieren, net alsof de schuimkraag meteen weg is. Ook al is dat glas goed schoon. We gaan gewoon eens even kijken wat hij doet in de smaak. Beerwolf, hartstikke bedankt. Ja, hij heeft een aardig bittertje op de finish. Hij heeft inderdaad echt wel iets moutigs. Beetje aan de zoetere kant. En inderdaad, je merkt hij is wat aan de dunne kant. Behoorlijk aan de dunne kant. Hij is aardig waterig. En dat heb je gewoon bij heel veel van die alcoholvrije bieren. Laat ik daar wel meteen bij zeggen dat van de alcoholvrije bieren die ik ken, valt mij deze nog eigenlijk helemaal niet tegen.
als ik deze zou krijgen op een verjaardag, omdat er iemand zegt, ja, ik heb alleen wat alcoholvrij bier in huis, of dat ik er zelf om vraag. Ik moet zeggen, het kan een stuk erger. Iets licht bloemigs. Wederom de bittere in de finish. Misschien een beetje grassig. Een hele lichte grondse noot. Nou, best een interessant alcoholvrij bier eigenlijk. En voordat je nou meteen trouwens denkt, ja Thomas, je hebt bier gekregen, dus hahaha, en je gaat er positief over zijn, hahaha. Omdat ik niet alle bieren review, heb ik ook al een van de andere bieren. Ik heb het pakket wat later binnengekregen dan de rest. Omdat de bezorgdienst een beetje... Maar ik heb een van de andere, ik ga niet zeggen welke, een van de andere bieren die ik uit het pakket heb gereviewd, of geprobeerd, die dan op Instagram terechtkomt, was echt niet te hachelen. En dat ligt niet aan Beerwolf, maar die vond ik echt zo goor. Die vond ik echt vies. Die heb ik volgens mij een 2 uit de 5 gegeven op een taart. Die was echt dun, vies zoet. En dat is heel lullig dat ik dat misschien nu zeg, van dat Beerwolf het mij stuurt. Maar ik ben gewoon eerlijk. Als ik het niet lekker vind, zeg ik dat. Deze valt mij reuze mee. Hier is nog niks mis mee. En natuurlijk zou je dit tegenover een paar van de meest bekende Belgische blondbieren zeggen. Dan zul je heus wel denken van, ja oké, het is dan anders, dat klopt. Een paar van de hele bekende... Laten we eens kijken naar... En dat is dan een zwaar blond. Maar kijk nou eens naar bijvoorbeeld Duvel. Zou je er een Duvel naast zetten? Ja, sorry. Kijk, dan kies ik het liefst ook voor de Duvel. Dat gezegde hebben... Er zijn gewoon momenten waar je geen alcohol drinkt. Zij het vanwege medische omstandigheden. Je mag een tijdje geen alcohol. Zij het omdat je een verjaardag hebt. Je moet rijden. Zij het omdat je weet van... Ja, ik moet onder omstandigheden gewoon nu even nuchter zijn. Maar ik heb zin in iets dat naar bier smaakt. Dan valt dit mij nog lang niet mee. Het valt mij mee. Het valt me nog lang niet tegen. Verfrissend. Aangenaam bittertje. Geen walgelijk zoetje. Ja. Alleen. Een beetje droog zelfs. Alleen ja, goed. Je mist de body van de alcohol. En dat klopt. Alcohol creëert ook body. Dus... Al zou bijvoorbeeld een 6% of een 5% blond bier niet heel dik zijn qua body. Het zou dikker zijn dan dit. Maar dat komt door alcohol. Ik vind hem nog best wel leuk eigenlijk. Ik geef hem een 3 uit 5. Dat is een 6. Dat klinkt heel laag. Misschien dat hij zelfs als ik een beetje nog er zo van zit te drinken. Dat ik denk, oh, ik kan nog wel ietsje hoger dat hij een 3,25. Maar zoals ik hem nu heb. 3. Laten we gewoon eerst even houden op 3. Kijk op een chat als je het zeker wil weten waar hij komt. Maar dit valt mij nog lang niks tegen. Ja. Terrasje in de zomer, 28 graden. Je bent met een auto, je wilt toch even wat drinken? Volgens mij, joh. Ik vind hem helemaal oké. Maar dat was hem eigenlijk wel voor deze review. Ben je nou geïnteresseerd in dit bier of andere alcoholvrije bieren? Kun je dus even kijken op de webshop van Beerwolf. Ik doe onderin de omschrijvingbox wel even een linkje naar hun website. En je zult dus in de komende week of twee, tussendoor, her en der, zul je verspreid af en toe even wat reviews langs zien komen van hun alcoholvrije bieren. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneren. Onderin de omschrijvingbox, zoals ik al zei, even een link naar Beerwolf. En ook links naar mijn social media en een link naar de Dutch Beer Collective. En via die link naar de Dutch Beer Collective kun je dus weer de kanalen van Gerben en Remy terugvinden, waarin je ook weer een paar van die alcoholvrije bieren langs ziet komen. En laat een comments achter. Ik ben gek op comments. Vind ik altijd leuk. Dit alcoholvrije bier in het bijzonder. Of alcoholvrije bier in het algemeen. Wat is je mening erover? Wat zijn echt je uitschieters? Welke zeg je nou van, oh alsjeblieft laat die staan. Want die was echt zo afschuwelijk. En ben ik benieuwd naar je mening. En ik zie het langskomen. Ik zou zeggen tot de volgende review. Proost.